Dit is het beeldje dat ik heel leuk vind van Maserati. Ja, dat is duur. Zo. Oh, jezus. Dat was eerlijk. Ja, terug je handen, nog altijd niks doen. Ja. Doe maar, laat me wel even meer los. Dus laat me even los, ja? Ja. Dus hij blijft nog altijd actief. Nog altijd actief, maar hij voelt niks meer. Nu zegt hij van, oh, handen aan het stuur, voilà. Okay. En dan schakelt hij zichzelf uit. Ja. Je moest jezelf overlaten even aan de auto. Maar ik voelde al gauw dat die auto het helemaal onder controle had. Dus ik ben zelf heel positiever over. Het is een beetje ver van mijn bedshow nog. En ook ja, ergens loslaten van ja, wat je zelf als reflexen zou hebben als persoon. En dat effectief overlaten aan een voertuig of aan een software eigenlijk. Voilà. Ja. Nee. Stop. Hè? Want je bent traag geweest, hè? Oh, ja. Maar stop niet zelf voor het stoplicht. Nee, de eindverantwoordelijkheid die zit echt bij de bestuurder zelf. En daarom moet je ook natuurlijk goed opletten en op het moment van het rode licht ook moeten stoppen. Als ik een Maserati koop, hè, dan wil ik gewoon zelf rijden. Dan wilt u gewoon weg. Ja, voilà. En daar zorgen we voor dat die beleving, ja, die is top. Dus daar kunnen we 100% garant voor staan dat het dat een beleving is die je nooit vergeet.